welkom bij Vitanimo Vlogt. En we zijn vandaag, misschien heb je dat al door, in Plopsaland. Joepie, joepie, joepie. Wel, het is vandaag ook 1 juli, de eerste dag van de schoolvakanties, laten we zeggen. Maar het is toch ook de eerste dag van mijn eerste deel van mijn verlof. Ik ben een weekje thuis, ik ga niet zo ver gaan. Maar ik dacht vandaag, misschien moet ik nog wel inzetten gewoon hier om eens een bezoekje te brengen aan Plopsaland. Want vandaag is Klus er ook met een show. Dat is lang niet dat er terug een show was met die van de karakters hier in het theater. Maar goed, Christophe, die ga je misschien ook wel kennen, die is hier ook wel. En wij zullen vanmiddag een hapje genieten in het buffetrestaurant. Dat is hierachter. Hierachter. Ja, waar. Akido, ik zit daar ook. En wel, daar gaan we een hapje eten. En blijkbaar gaat Klus ook de eten van ons bord komen halen. Dat kan allemaal gebeuren, dat kom je allemaal tegen. Hier in Plopsaland te pannen. Veel plezier met kijken en tot de later. Goed man, heel goed. Wat leuk jullie te zien. Lang geleden. Oh. Hey, hoe is het? Dat is lang geleden. Jij ook een klasje? Ja, ik heb de beste begeleider van het hele kanaal. Dat is wel. Hallo? Ja? En? Nog een kliekje? Zijn? Ja? Nog. Gewoon vast, hè? Gewoon vast. Nee. Ik kan hier wel komen werken, hè, mama. Ik kan hier wel komen werken, ja, goed. Zo. Waar ben je, mondje? Lekker. Hoe dan, maar? Dat zijn de lekkerste hier, hoor. Echt waardelijk, hè? En er zijn er nog, hè? We moeten allemaal op vandaag. Ja. Wat leuk! Kom jij ook? Tot snel. Makkelijk. Yes. Zo, ik heb niet gefilmd terwijl we aan het eten waren, maar ik heb, of wij, want Christophe is ook, even eten deze middag. Deze middag, dat is Christophe trouwens, dat Christophe. Mister Team Parfums, maar Plopsa Magic. Mania! Plopsa. Plopsa Mania. Op sociale media. We hebben de Grand Buffet gegeten. En wat er leuk is, dat je dat kan doen deze weken of de komende weken met Kabouter Plus. En eigenlijk is dat wel heel leuk voor de kindjes, want Kabouter Plus gaat mee. Kabouter Plus. Kabouter Plus gaat mee naar het buffet enzovoort. En het komt aan tafel rond en je kan op de foto ermee. Eigenlijk allemaal wel leuk. Ik heb al dikwijls gezegd dat buffet, ik ga dat nooit meer doen smiddags, maar ik doe het al niet smiddags. Ik heb te veel gegeten. Dus zal niet veel actiefs meer zijn vandaag, maar straks om 3 uur is er een show van de Klusshow. Ik hoorde net dat het wel dezelfde show is dan 2 jaar terug. Maar goed, het is ook de eerste dag dat het opnieuw denk ik een show is met een karakter, met een echt karakter dacht ik. Geen een Moomba show of zo met poppetjes. Dus is dat wel leuk dat dat terug is. Dus daar gaan we zeker een kijkje gaan naar nemen en anders gaat nog een beetje rondflaneren zijn in het park. Vandaag is het ook de verjaardag van The Right to Happiness. Jee, die is 1 jaar oud. Oké, het feestmoment. Hoedje, vlagjes. Nee, dat gaan wij niet doen. Dit is een ander park dat ze dat doen. Maar goed, wij gaan straks inderdaad een keer de show bekijken. Want ik zie dat er nu al mensen aan het aanschuiven, aan het wachten zijn. Kom dat zien mensen. En mogelijk ga ik ook nog gaan zwemmen vandaag. Dat hadden we ook nog niet verteld. Hier in Aqua, daarachter in Aqua. Maar dat ga ik ook niet filmen. Ik wil dat de kijkers niet aan doen. Maar goed, we gaan een stapje verder. Genoeg gepraat, genoeg gezeverd. Tot straks. Ja, dat theaterke. Ben je al in 2-3 jaar niet meer binnen geweest? Het is hier nog niks veranderd. Die lusterzang is nog altijd. Maar hoe? We gaan een plopperke doen. Christophe, heb je er zin in? Ping! Ping! Oké. Okay. Ping, pang, pong. Pop, plopperke. Het is geen plopperke, het is een klusterke. Klus. Maar tijd, showtijd. Daar
hitte jongens en meisjes. Hij is als het ware de handigste, de snelste, de slimste en de knapste kabouter van het hele kabouterbos. Ik vraag dan ook een warm kabouterapplaus voor de enige echte kabouter Kleus. Dat doet me plezier. En kijk eens de volgende fluiten hun lief. Problemen en zorgen, dat kunnen ze niet. Ze vliegen op hoog naar het licht van de zon. Ik haal bij jullie allemaal. Kluis en de klus, plopertjes. Wat ben ik blij dat jullie hier allemaal zijn. Na die lange, lange tijd ben ik eindelijk terug bij jullie. Oh, dat doet me zo plezier! Oh! Gaat alles goed met jullie? Ja! Met jullie allemaal? Ja! Ja, met mij gaat ook alles heel goed, Loppertjes. Maar ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. En weten jullie waarom ik een beetje zenuwachtig ben? Nee. Zal ik het jullie vertellen? Omdat ik hier in het geheim iets ga maken. En zal ik jullie vertellen wat ik hier in het geheim ga maken? De groene klusmelk bij speciale gelegenheden. Als je van de zoete groene klusmelk drinkt, dan... Ja, een hele uitleg. Veel blablabla, blablabla. Ik ga het er nu niet allemaal voorlezen, want ik maak ze toch. Ah ja, groen is mijn lievelingskleur. Ik zal alleen eventjes voorlezen wat ik allemaal nodig heb om zoete groene klusmelk te kunnen maken. Ik heb nodig groene madeliefjes. Witte melkklompjes. Kruidenblaadjes. Vind ik allemaal in mijn keldertje. En water. Hier, water. Dat heb ik hier. Kijk. Hup. Oeps. In mijn eigen tonnetje. Zo. Alsof ik iets vergeten ben. Wat ben ik vergeten? Ja, suiker. Ja, suiker ben ik vergeten. Oh, klussen de klusploppetjes. Ja, dan moet ik even naar mijn keldertje. Ik moet even naar mijn keldertje op zoek naar suiker. Ja, die heb ik echt wel nodig hoor. Even naar suiker halen en dan kom ik zo terug. Voilà. Tot zo, daar. Voilà. Kinderen? Is hij weg? Hebben jullie tegen die kabouter Kleus gezegd dat ik hier woon samen met mijn 12 kindertjes? En? Wat heeft hij gezegd? Bij elke leuke gebeurtenis, we weten kabouters wat feesten is. Tafels en stoelen, die gaan dan aan de hand. Klus, de klus! Jullie zijn ook zo
groot geworden? Of ben ik klein geworden? Nee. Zo. Nee, dat is hier geen zo. We zijn altijd in Plopsaland, mocht je dat je het hebben. En de klusshow die is voorbij gedaan. Leuke show, maar dezelfde show dan een jaar of een aantal jaren terug. 2 of 3 jaar terug was het dezelfde show. En Christophe is hier ondertussen aan betalen in Oostland toen. Maar jullie zien het niet. Maar dus die show is al een tijdje voorbij. We staan nog een beetje na te praten buiten. Wat vond ik ervan? Wel leuk. Maar ja, het is niet nieuw. We hadden dat al gezien. Wil je die volledige show zien? Die staat trouwens nog op mijn kanaal. Maar een keer terugkijken bij Showtime ergens van een paar jaar terug. Het is dezelfde show. Maar goed, straks ook nog een paradeke. Dat gaan we ook nog meepikken. En ja, weet dat er wel grappig is. Ik ben nog niet verder geraakt dan hier. Kijk, ben ik daar binnengekomen. Daar iets gaan eten. Daar de show. En tot zover mijn dagje Plopsaland. Het is al bijna 20:30 de namiddag. Attracties, ja, die staan hier ergens, denk ik. Die hebben we nog niet gedaan, maar dat kan ook wel gebeuren. Maar goed, we gaan genoeg gaan praten. We gaan nog een stapje verder. En waar, dat weten we niet. Zoals je voor mij ziet, gaat de bouw van het Plopsa Boomba Circus toestanden eigenlijk wel goed door. Dat was een aantal weken geleden dat ik hier was en dat staat hier al bijna helemaal omhoog. Maar kijk, voor de mensen die mij al kennen, weten dat ik geen zo'n grote fan ben van Dunkin. Wel, daarnet heb ik eventjes de frisdrank van Dunkin uitgetest. En die vond ik heel lekker. Ja, toch de ice tea vond ik lekker. Dan gaan we er ook nog de lemonade dronken. Heel lekker. Dus Dunkin stijgt in mijn ranking, moet ik zeggen. We gaan zien, want daarnet zei ik ook, we gaan een stapje verder, want we zijn er maar één stapje geweest. We zijn nog richting Dunkin hier gekomen en dan hebben we de parade zien voorbij komen en dan hebben we eigenlijk nog niet veel van attracties enzovoort gedaan. En het park is maar een uur meer open, haha. Maar ja, dus te meer genieten van het gezelschap, de sfeer en nog zoveel meer. Maar goed, we gaan zien wat we doen, maar we gaan nog gaan zwemmen, dat gaan we nog doen, denk ik. Tijd voor de ballonnetjes. Ja, dat is al lang geleden dat ik de ballonnetjes nog bereden ging ik zijn. Opgezeten heeft. Wie is je man voel? Dus Christophe, voor de mensen die nog niet wisten wie dat was. Jullie hebben hem ongetwijfeld ook al eens tegengekomen in Plopsaland. Maar we gaan een ritje maken. Sur le ballon. Wie? Zeg dat juist, Christophe? Sur le ballon of is het... We gaan een ritje maken. Ja, on va sur le ballon. On va sur le ballon. Maar Français, c'est trop very good geworden, hè? Ja, ja. Je parle very good de Français. If ik... Weet... Fromage, c'est quoi, toch? Ja. Hé, daar zie je wel. Ja, je le fromage, hé, hey, voilà. We beginnen al te komen. Mijn Frans gaat nog heel op het top van orde komen. Maar dat komt allemaal in orde. Op de ballonnetjes, zonder selfie stick. Zonder selfie. Oeh, dat is hier ja, spannend. Echt wel spannend.
Maar ja, het is lang geleden dat ik de ballonnetjes nog gedaan heb bij deze ballonnetjes. Oeh, en kus, dat, dat valt mij nu pas. Dat valt mij nu pas op, want er die bomen staan, maar die bomen staan wel echt al lang. Want het is misschien wel een keer al nooit dus in de zomer opgezet of zo. Maar goed, een ontspannend rijtje op de ballonnetjes en een zeer fantastische vriendelijke medewerker hier die eventjes schrok dat hij nog een half uur moet werken. Kun je allemaal tegenkomen. Allemaal hier in Plopsaland. Maar goed, de eerste attractie van de dag, de ballonnetjes. Waarschijnlijk ook de laatste van de dag, maar we gaan nog gaan zwemmen. Ook fijn. Allemaal samen? Ah nee. Nou, we weten. Ah, c'est automatique ici. En mon drooierder, c'est d'or, c'est Christophe, c'est drooié dans la bakken ici. En dan drooié rond en rond. En j'ai très dizzy. En à la tête. Dizzy à la tête. C'est mon français, c'est beter en beter aan het worden. Et avec. Dankzij Christophe Mo. Christophe Mo. Changement. Tout de seul, ça va seul de lait et de boursin de pain. Oui. Maar we zitten op de carousel. Hoera, hoera, hoera. Ik heb een lieve boujouboura. Ah, dat is weer heel waar. Zo, ben je er al terug. Ja, het is misschien wel een heel kort vlosje geweest vandaag, maar desalniettemin was het een zeer leuke namiddag, een zeer leuke dag. Zeker een dankjewel aan Christophe voor deze fijne dag. Uiteindelijk ja, niet zoveel attracties gedaan, maar wel lekker gegeten vanmiddag en gezellig bezig geweest. En Christophe, ga je nog iets zeggen? Christophe, je bent te vroeg om te wuiven. Ik ben nog niet aan het wuivenmoment gekomen. Ik zal het straks zeggen dat het wuivenmoment is. Dus ik wil gewoon zeggen dat dit het einde van de vlog is. We hebben nog iets gezelligs gedronken hier op het terras van de Joe Bar. Ook wel fijn. Maar nu gaan we nog een zwemmetje doen, een plonsje doen. Dus het is het einde van deze vlog. Vond je het een leuk vlogje? Geef wel zeker een duimpje. Abonneer op dit kanaal, mag je het nog niet gedaan hebben. En ik zie jullie graag, maar dan ook heel graag terug in een van de volgende vlogs die eraan komen. Maar nu is het zwemmetjes tijd en het uitwuivenmoment. Beter dus bij deze. Graag tot de volgende keer. Bye. Zoi, 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 zoi.